allemaal. In deze vlog laten we jullie een stuk parcours in Koudekerk zien, waar ik samen met Mok aan het hardlopen ben. En we hebben ook een heel leuk gesprek met Michael Stolwijk. Hij was de winnaar van onze laatste marathon. Heel veel plezier! Nadat we natuurlijk de Rijn over zijn gegaan, over het ponton, zijn we nu inmiddels in Koudekerk beland. En hier gaan we even een lekker stuk hardlopen. Het is goed weer ervoor. We gaan weer door. Ja, wat hebben we nou eigenlijk voor stuk parcours tot nu toe afgelegd? Nou, we zijn natuurlijk begonnen in het centrum in de Breestraat bij de start. We zijn naar Zoeterwoude-Dorp gegaan, 5 kilometer punt. Door Groenendijk, Rijneke Boulevard. Hier het water over met een ponton. En vervolgens zijn we naar rechts gegaan. En in Koudekerk aan de Rijn hebben we net een stukje hard gelopen. En vervolgens in andere vlogs gaan we jullie natuurlijk de rest van het parcours nog laten zien. Maar uiteraard ook de parcoursen van de 21 en de 10 en de 5 kilometer. Nou, ik zit hier met onwijs veel trots naast de winnaar van de Leiden Marathon, Michael Stolwijk. Die kwam echt helemaal, Leiden ging helemaal uit zijn plaat omdat hij een Leienaar de Leiden Marathon won. En hij is voor ons nog een keertje over de finish gekomen. Iets druiliger, iets meer verbouwingen, maar hoe heb jij het destijds ervaren? Het is iets wat je nooit meer gaat vergeten. Het is 10 oktober 2021, de 30ste editie van de Leiden Marathon. Die ga ik nooit meer vergeten. En velen met mij. Ja, het mooiste was ook dat je met de vlag die je nu om hebt, daar heb je echt de laatste kilometers mee gelopen, hè? Ja, onze trots. Ik laat even zien aan iedereen dat ik eraan kom. En wat kan mooier in je eigen stadje. Ja, dat is ook zo. Dat is echt gaaf. Nou, ik vergeet nooit meer hoe iedereen joelend langs de kant stond. Met name het laatste stukje. Dat was echt ongelooflijk. Ik krijg weer een beetje kippenvel als ik eraan denk. Ja. Dat is mooi, hè? En de beker natuurlijk, niet en te vergeten. De beker. De bloemen zijn we vergeten deze keer. Ik ga hem zo halen. Is goed. Nou, Michael, we gaan elkaar zien. Yes. En dankjewel. Tot in mei. Hoi.